Hartelijk welkom alweer bij de vierde uitzending van de Spolitieke V uit Café Dudok. We hebben een vol programma met interessante gasten en onderwerpen, dus we gaan maar snel beginnen. Ons meest actuele onderwerp gaat over het crematorium in Hilversum. Nu zult u zeggen, dat is hier nog niet. Maar in een van onze vorige uitzendingen bleek al dat er een kleinschalig crematorium in Hilversum gaat komen. Maar wie gaat en mag dat realiseren? Deze week ging er een brief van de gezamenlijke uitvaartonderneming in Hilversum naar de gemeente over deze kwestie. Alle reden om daar eens over te praten met de vertegenwoordiger van die ondernemingen. Hartelijk welkom, meneer Verkruchten. Dankjewel. Dat was een hele mond vol, hè? Geweldig. Ja. En meneer Verkruchten, u zit hier namens 3 uitvaartondernemingen. Ja. Kunt u ze nog even noemen voor de kijkers? Het gaat om Van Vuren, de Dekker en de Guf. De Guf? De Guf is een Gooise uitvaart. Ja, dat ja, ken dus niet al uit. Een beetje Gooise uitvaartverzorg. Ja. Oké. Okay. Ik heb die brief gelezen die u gestuurd heeft en u maakt zich ongerust. Wat is precies de reden van uw ongerustheid? De ongerustheid is in het feit gelegen dat wij als plaatselijke ondernemers, ik zelf niet, maar ik denk dat we inmiddels al zo'n 15, 16 jaar bezig zijn om een kleinschalig crematorium te creëren hier in het Gooi, zeker in Hilversum. Waarbij ook heel veel gesprekken met de gemeente hebben plaatsgevonden. Ja. Waarbij ook uitgesproken is, toezegging is wat anders, maar dat het inderdaad een plaatselijke aangelegenheid is en waarbij de plaatselijke ondernemers daarvoor naar voren zouden worden geschoven. Ja. Inmiddels is er in november is er zeg maar de goedkeuring verleend. En tot op heden is dat redelijk stilgebleven, behalve dat de gemeente een partij heeft ingeschakeld, de Grondmei. Ja. En de Grondmei die is dan nu een zogenaamde consultatie aan het doen. Ja. Met diverse partijen, waarbij ook de grotere jongens hier in Nederland. En wij spreken nu de angst uit dat het ons voorbij gaat. Dat is eigenlijk de strekking van het verhaal. Ja, de Grondmei, daar associeer ik meer met begrafenissen, maar niet met de crematie. Nee, de Grondmei, is een externe partij die in opdracht van de gemeente een stuk onderzoek doet naar haalbaarheid en naar de plannen en naar de ideeën. Maar u bent dus eigenlijk bang dat andere partijen hier het crematorium gaan realiseren? Ja. Aan wie moeten we dan denken? Nou, dan moet je denken aan met name aan een Jarden. Dat is eigenlijk wel de grootste in Nederland. Ook de kapitaalkrachtigste. Ja. Ja. Hoe hard is die concurrentie dan? Dat is moeilijk uit te drukken. Kijk, ja. je spreekt het aan elkaar niet uit, zulke dingen. Nee. Dus dat is gewoon heel lastig. Maar je hoort natuurlijk in de zogenaamde wandelgangen, hoor je natuurlijk wel het een en ander. Ja. En maar het is toch eigenlijk het meest logisch dat Hilversumse uitvaartondernemingen dit hier gaan realiseren, of niet? Ja, dat vinden wij dus ook. En vandaar ook mijn brandbrief, om dat zo maar te noemen. Ja, brandbrief en crematorium, dat hoort ook een beetje bij elkaar. Ja, maar wat verwacht u nu van de gemeente? U heeft die brief gestuurd. Wat verwacht u van antwoord? Nou ja, wat we al jaren verwachten, is dat het aan ons gegund gaat worden. Ja. Ja. En wij hebben diverse voorstellen gedaan aan de gemeente. Want er zijn nog wat meer zaken die spelen. En het heeft wel indirect mee te maken. Is dat er een groot tekort is aan de exploitatie op de begraafplaatsen. Ja. We hebben het bosdriftpand. Ja. Wat al jaren leeg staat. Wat zwaar aan het verpauperen is. En waar geen animo voor is. Wij als plaatselijke ondernemers hebben aangeboden om zeg maar een soort een deal te maken. Gezegd van nou, we gaan de bosdriften exploiteren. Ja. En dat doen we dan deels met de opbrengst van het crematorium. Ja. Dus het is een win-win situatie. Okay. Ja. Ja. Dus u heeft een aantal argumenten waarvan u vindt dat de gemeente daar wel mee in zee zou kunnen gaan. Ja. Als u het nou zou mogen realiseren, op welke termijn kan het er dan eindelijk komen? Nou ja, ik ben natuurlijk bouwkundig niet echt onderlegd. Nee. Maar in principe zal er ook nog weer een officiële vergunning aangevraagd moeten worden. Maar de bouw is vrij simpel, om het weer over een, ja, het klinkt een beetje leguur, maar over een technische ruimte praten. Want de aula op de Zuiderhof, die kan gebruikt worden voor de afscheid te nemen. Die faciliteit is er. Ja. Dus het betreft eigenlijk alleen maar het creëren van een technische ruimte. En ik denk dat je dan praat over de bouw, dat het niet langer dan een half jaar hoeft te duren. Ik denk nog wel korter zelfs. Dus we zouden het volgend jaar eindelijk kunnen hebben hier? Nou, ik denk dat het dit jaar nog gerealiseerd zou kunnen worden. Ja. Ik vind een van die mooie dingen, u praat namens 3 uitvaartondernemingen. Ja, dat klopt. Zou het voor Hilversum ook niet een leuk idee zijn als die 3 ondernemingen zouden fuseren bijvoorbeeld? Nou, dat gaat te ver.
Nee, ik denk dat dat niet te zaken doende is. Wat zitten er heel veel verschillen dan tussen die uitvaartondernemer? Nou, er zijn twee familiebedrijven bij. Ja. De Dekker en de Van Vuren, dat zijn echt de familiebedrijven. Ja. De Guf niet. Maar daar is nooit over gesproken. Nee, nooit. Waar wel over gesproken is, om het gesprek maar om de spoor te zetten, is dat we gezegd hebben van de gemeente zou ook een belang kunnen nemen. Ja. Dus dan krijg je dus eigenlijk vier partijen. Ja. Dat hebben we ook voorgesteld. Okay. Maar tot op heden hebben we daar niks concreets over gehoord. We hebben het hier in vorige keer ook al gehad over de tarieven die overal gehanteerd worden. Gaat u ook hele scherpe tarieven straks neerleggen als we hier een kleinschalig crematorium krijgen? Nou, in ieder geval tarieven die ook landelijk gehanteerd worden. Ja. Maar wordt het dan hier goedkoper dan in Den Rus bijvoorbeeld? Nou, dat kan ik op voorhand niet zeggen. Kijk, we moeten eerst maar zorgen dat we dat kunnen gaan bouwen. Ja. En daar hebben we hier nog niet over nagedacht. Maar hoe groot schat u nu de kans in dat u het gegund krijgt door de gemeente? Gaat u actie voeren of zo? Nou, ik heb nu het gevoel dat er wat losgekomen is. Ja. Een paar maanden geleden zei ik van nou, de kansen die zijn niet meer dan 20-30%. Ik denk dat ze nu wel iets boven de 50% zijn gestegen. Okay. Ja. Heeft u er al met politici ook over gesproken? Nee, ik heb wel maandagmiddag een gesprek op het gemeentehuis met mevrouw Jolen. Ja. Mevrouw Lonjoren, bedoel je? Ja. De wethoudster. De wethoudster, ja. Maar lobbyt u ook nog een beetje in de politiek? Nee, niet echt. Nou, dan zitten hier nog wat politici. Ja, ik kijk even om me heen. Zijn er mensen van de politici die graag hier een crematorium willen hebben, gebouwd door Hilversumse uitvaartondernemers? Tuurlijk. Kijk, mevrouw Wijnands die zegt meteen ja. Meneer De Wit? Ja. Ja? Ja? U wilde wel wat over zeggen, mevrouw Wijnands? Het grootste gedeelte van de raad heeft gezegd, schiet nou eens op met het crematorium. Ja. De grootste gedeelte is ervoor. Bij de vorige commissiebespreking is er gezegd, leg nou een plan meer waarbij de bosdrift in is opgenomen. En in deze situatie, deze economische tijden, is het toch heel belangrijk dat je de Hilversumse bedrijven de kans geeft om hier een bedrijf te voeren. Ja, ja. Ja, dat vinden wij dus heel ook. Heel simpel. Ja. Ja. Ik hoor een motie van u aankomen in de gemeenteraad. Nou, eerst kijken of we de meerderheid kunnen halen. Ja, want als oppositie zijn, dan moet je dat van tevoren eventjes regelen. Dan zouden de partijen tegen zijn in Hilversum, denkt u? Nou, ik kijk al even naar rechts. Ah, kijk naar rechts. Is dat een rechtse partij? Of een, Nou, nee, dat is gewoon een coalitiepartij. Oh, een coalitiepartij. Mevrouw van de coalitiepartij, hoe zit u erin? Dat u er toch zit en meelacht. Nog wel leuk lachen, maar als u even de microfoon gaat staan, wat vindt u ervan? Ja, maar ik kan me wel grotendeels bij mevrouw Wijnands aansluiten. Dat we inderdaad natuurlijk de voorkeur hebben voor Hilversumse bedrijven om die een kans te gunnen. Maar ik denk dat het nu nog te vroeg in het proces is om daar zeg maar verder op in te gaan. Ik denk dat we dat verder moeten doen in de raadsvergadering. Ja. Ik hoor je ook wat coalitiebespreking weer aankomen. Goed, nou ik dank u voor uw inbreng. Ik dank u voor uw uitleg. Graag gedaan. Ik wens u heel veel succes met het eventueel realiseren van het kleinschalige crematorium. Dank u wel voor de uitnodiging. Ons tweede onderwerp gaat over een kwestie die al jaren speelt. De aanleg van een vrije busbaan van Huizen naar Hilversum. Beter bekend als HOV, hoogwaardig openbaar vervoer. Alles wijst erop dat die busbaan er gaat komen. Maar is dat ook werkelijk zo? En wat voor acties kunnen we nog verwachten van de tegenstanders? Daarover praten we met twee tegenstanders, de heer Wening en de heer Sluitman. Welkom weer, heren. Dank u wel. Ik zie nog geen spandoek van... Nee. Nee? Nee. Meneer Wening, wat zijn precies uw bezwaren tegen de HOV? Op zich zijn we niet tegen hoogwaardig openbaar vervoer, maar wel tegen deze plannenmakerij. Deze plannen zijn gewoon niet goed. En die leveren ook geen hoogwaardig openbaar vervoer op in de zin zoals dat zou moeten met verreling en zoals dat oorspronkelijk ook is gepresenteerd. Deze HOV voegt helemaal niks toe. Hij kampt het fijnmazig regionaal vervoer, heeft hij uitgekleed. En daar wordt nu een bus voor opgetuigd die niet via voedingsgebieden gaat, maar gewoon een stukje rijdt van
huizen naar Hilversum. En dan het is mij nog een beetje vaag. Het zijn dan echt concrete bezwaren. U zegt, ik ben niet tegen hoge waarden vervoer, maar ik vind geen goede plannen. Het is natuurlijk een enorme verspringing van ons gemeenschapsgeld, belastinggeld. 100 tot 120 miljoen. En waarom is voor het een lijn? Nou, omdat die niet nodig is. Hij is niet nodig. En waarom is die niet nodig? Hij rijdt al een snelbus. En hij bedient niet de doelgroep die hij moet bedienen. Jongeren die massaal bij Sportpark Arena eruit moeten, daar stopt hij niet. Hij moet direct naar het Centraal Station met een hele hoop ongemak. Net van dien, een spoor doorkruisen, langs Entrada woontorens en nog zoveel meer. Ja. En in huis is het andersom. Dan moeten de mensen die daar met de bus mee willen, die moeten eerst ander openbaar vervoer pakken om die bus te kunnen pakken. En voor ouderen en gehandicapten, daar is helemaal geen rekening mee gehouden. Nee. Maar er zitten toch ook positieve kanten aan, die vrije busbaan, heb ik begrepen? We hebben ze nog niet kunnen ontdekken. Nee. Nou, ik heb begrepen. Beter gezegd, naarmate we zijn hier nu 4 jaar mee bezig, maar het wordt steeds slechter het plan. Maar ik heb gehoord dat er komt dan bijvoorbeeld een tunnel onder de spoorbedoos. Ja, maar wat heeft dat met reizigers te maken? Nou, ik zeg het is gewoon een voordeel. Ik zeg niet dat het met reizigers te maken heeft. Maar daar zijn heel veel Hilversummers blij mee dat ze niet voor die spoorboom hoeven te staan. Dus er stipt iets goeds aan, want Partij van de Arbeid, die heeft gewoon hard gezegd, staat ook in een persbericht, dat HOV-plan, dat is eigenlijk helemaal niet goed. Ja. Maar we krijgen er wat voor terug. We krijgen er een tunnel voor terug. Ja. Maar dat is natuurlijk eigenlijk een project wat wel wenselijk zou kunnen zijn. Het IBP-budget is leeg, we willen die ring rond maken. Ja. De wethouder heer Boog vindt natuurlijk prima. Alleen, je belast daar wel woongemeenschappen mee. En dat is eigenlijk een infrastructureel project wat Hilversum wil graag uitvoeren. Maar dat heeft ook niks te maken met busreizen. En wat bedoelt u precies met die belasting voor die woongemeenschappen? Hè? Nou, er gaan dieselbussen, 16 dieselbussen, voor woningen langs. Echt tot 3-4 meter van hun voordeur. Het moet langs de woontorens langs. Dat is nog helemaal niet goed uitgewerkt hoe dat zou kunnen. Levensgevaarlijk. Het moet verkeersstromen doorkruisen, wandelaars, fietsers. En het heeft geen nut. Nee. Het blijft toch merkwaardig dat je een bus optuigt en dat er beslissingen voor genomen worden waarbij het helemaal niet meer om de reiziger gaat, maar om de bonus die je erbij krijgt. Hè, dus een tunneltje en een ecoduct. Ja. Daar gaat het om. Het gaat niet meer om de bus. Die bus interesseert kennelijk niemand wat, want die reiziger die heeft er verder geen voordeel bij. Nee. Om even wat helder te stellen. Rover heeft er onderzoek naar gedaan. Die heeft vastgesteld dat met name in die 320 de reizigersaantallen sinds 2011 met ruim 30% afnemen. Ja, dat 30%. Zijn ruim 30% mensen met de bus. Ja. Nou, met deze bus in ieder geval wel. En dit is de beoogde HOV-lijn. Dus daar moet je toch wel uit concluderen. Dus u zegt eigenlijk, er zijn te weinig reizigers om überhaupt zo'n busbaan daar neer te leggen. Ze stappen allemaal in andere bussen. De prognoses zijn ook steeds bijgesteld. Het begon met 12.000 reizigers per dag. Ja. Toen werd het bijgesteld naar rond de 9.000 per dag. Ja. En nu zit het op rond de 7.400 per dag. Dus dat is een enorme afname. En toch wordt het maar doorgezet. Het wordt dus als we maar zo lang genoeg wachten, is het toch nul dan? Nou ja, ik weet niet of je zelf in Hilversum wel eens die rode bussen ziet rijden, die 320. Zit die vol? Nee, die zit nooit vol. Er zit bijna niemand in. Als ik dat nog even mag aanvullen, op dit moment staat de teller op alle passagiers vanuit Huizen naar Hilversum op 2880. Per dag. 2880 mensen naar Huizen. Dus nog niet de helft van die 7400 die het nu volgens de prognose zou moeten zijn. En dat zijn van alle buslijnen die er op dit moment zijn. Dat is dus ook de 101. Dus de 320, de 101. En vermoedelijk zijn er ook bij geteld de reizigers van lijn 151, die van Almere de carpoolplaats in Blaricum aandoet en dan ook naar Hilversum rijdt. Want die mensen moeten naar die carpoolplaats toe, die staan daar te wachten. Nou, die pakken elke bus die daar komt. Dus als die bus uit Almere komt, stappen ze daarop. Maar daar heeft die 320 niks mee te maken. Helaas zien we steeds dat die leeg rijdt. En het fenomeen hier is dat mensen hier vanuit Hilversum opstappen, dan is die vol. Mensen met bestemming Arena Park, die moeten wachten, want de bus is vol. Er zijn geen staanplaatsen, er zijn maar 48 plaatsen. Want die buschauffeur moet tellen, de rest van de passagiers moet die weigeren. Okay. Dat is ook een absurde situatie. En dan blijven die mensen die blijven hier staan, die moeten naar het Arena Park. Die stappen daaruit en vervolgens gaat die bus leeg verder. Dat is ook een aansluitingsprobleem. Een van uw argumenten is dat er geen draagvlak is voor de HOV. We hebben deze week een peiling gehad op de dichtbij-site, ondanks dus een vreselijk aantal stemmers zijn, blijkt dat 75% van de stemmers tegen de HOV is.
Als nou werkelijk 75% van de Hilversums tegen die HOV is, waarom slaagt u er dan niet om al die krachten te bundelen? Nou, daar zijn we ook zeker mee bezig. Ja. We hebben ook in dat kader ook een petitie gestart. Ja, geen hoeveel mensen hebben die getekend? We zitten nu over de 800. Dat is verdeeld over... Maar dat is toch niet veel 800? Nee, en dat groeit nog. We hebben wel eens hier in Hilversum gestaan, hadden we op één dag al meer dan 500. Ja. Er is geen draagvlak voor, maar ook als we kijken naar gemeente Blaricum, de hele gemeenteraad, die zegt van nee, we willen het niet. Nee. Maar vanuit de provincie, het is een prestigeproject, het wordt er gewoon doorgedrukt. Ja. Ja. Dus de hele raad van Blaricum wordt gewoon aan de kant geschoven van het moet erin. Terwijl die in Blaricum zou het eerst meerijden worden, dan een vrije baan. Ja. Het is even snel. Ja. Maar is er eigenlijk nog wel een reële kans... dat die HOV alsnog wordt afgeblazen? Het is toch ongelooflijk? Ik vermoed het niet. Het is niet de gemeente of de bevolking die beslist. Het is de provincie die beslist. Heeft de gemeente daar niets over te zeggen? Weinig. Het voorbeeld van Blaricum is duidelijk. Daar heeft de gemeente unaniem nee gezegd. Ja. Dat was helemaal niet moeilijk. En er was stevige oppositie. Met name Rob Postumus, die heeft zich daar hevig geweerd. Overigens wordt die nu ineens benoemd tot burgemeester van Kochelmond. Ik ken de man niet, maar... Rob Postumus was daar wethouder in Blaricum. Okay. En was dus fel opposant. Blaricum kreeg dus de crisis- en herstelwet voor ze kiezen. En het werd er gewoon doorgeduwd. Ja. Okay. Wat ons overigens ook erg verbaast, we zijn natuurlijk op voorlichtingsavonden geweest hier in het raadhuis. Ja. Waarin stellig wordt gesteld van het is besloten. Dus het is niet meer de vraag of het gebeurt, maar hoe het gebeurt. Terwijl op hetzelfde moment de bestuursovereenkomst tussen alle partijen, de gemeente en de provincie, is nog niet getekend. Dus het is nog niet besloten dat het wordt uitgevoerd. Okay. Zijn er eigenlijk nog alternatieven voor die HOV? Zeker. Ja, wat? Voldoende. Je kan stoppen op het Arenapark, waar natuurlijk de meeste passagiers eruit moeten. Je kan haldes overslaan. Dat is allemaal niet bekeken. Hm. Wat voor acties kunnen we nog allemaal van u verwachten? Nou ja, we gaan zeker petities of? Met petities, maar ook zeker richting provincie gaan we verder. We zijn bezig met landelijke media. Slag om Nederland. Het kan niet waar zijn varen. Ja, bijvoorbeeld. Daar lijkt het wel op. We hadden het even over alternatieven. En misschien is het publiek al opgevallen, maar er staat hier een replica op tafel van de Gooise moordenaar. En er is een meneer die daar wat meer over kan vertellen. En die daar een idee over heeft. Paul Smit, u mag even daar gaan staan. Want u heeft dat fraaie ding meegenomen. En wat is uw plan? Mooi, nou, toevallig heb ik 2 weken geleden een column geschreven over de Gooise moordenaar. Niet weten dat deze discussie plaatsvond. En toen zei ik... We zien dus nu dat de particulier zijn auto aan de kant zet. Ruim 10% van de huidige bezitter van een auto stopt met autorijden vanwege de financiën. Waarop ik dus dacht van, hé, dan hebben we dus meer openbaar vervoer nodig. Zou het idee van de Gooise moordenaar, misschien de terugkomst van de Gooise moordenaar, even tussen haakjes, ik ga er zo op in, zou dat wat zijn? Nou, dan zie je eens die discussie over die hoge snelheidsverbinding. Ik ben gaan zoeken op internet. Er blijken dus allerlei rapporten te zijn over inderdaad de terugkomst van de Gooise moordenaar. Dan moeten we niet kijken naar wat daar op tafel staat, maar uiteraard een moderne verbinding. Daar is in 87 over gesproken. Toen als alternatief voor de filevorming op de A1. Daar hebben we nu gelukkig wat minder last van vanwege de economische situatie, verbreding van de weg enzovoort. Maar het blijft staan dat het Gooi en de plaatsen in het Gooi geen goede onderlinge verbinding hebben dan met de bus. Nou, het spijt me wel, de bus vind ik een verschrikkelijk, en voor veel mensen geldt dat denk ik, een verschrikkelijk vervoermiddel. Een trein is, of een tram is vele malen beter. Kijken maar is het reëel om zoiets neer te zetten? Ja, ik denk het absoluut wel. Kijken we naar Amstelveen, kijken we naar Nieuwegein, waar ook al jarenlang een sneltramverbinding, want daar praten we over, dit is natuurlijk erg leuk, dit is nostalgie, maar we moeten natuurlijk kijken naar de moderne tijd. Het zou leuk zijn om eens een keer zo'n ding te laten rijden als je zo'n verbinding hebt. Ja. Maar we gaan uit van gewoon een normale verbinding. Dat kan. En dan ga je nu 120 miljoen uitgeven, had ik begrepen hierin, voor een lijntje met een bus waarmee je 18 minuten eerder bent in Hilversum. Ja. Die niet eens stopt bij het Mediapark, want daar gaat het namelijk om. De mensen die in het Mediapark werken. Hij stopt niet bij het Mediapark en hij is niet verrailbaar. Nee. Hij doorkruist het spoor. En het light rail lijn mag je niet met sporen doorkruisen. Nou, maar blijkt nu, er is in alle bestemmingsplannen rekening gehouden, ook met de aansluiting van Almere, dat er weer een railverbinding komt. Waarom 120 miljoen weggooien? Nog afgezien van het feit wat de heren net staat te vertellen, precies, is van de commerciële haalbaarheid.
En zijn rapport, ik heb ze niet bij me, want nogmaals, ik werd door jou gevraagd, kom even langs en neem een leuk treintje mee. Oh, dat is zo naar, oké. Okay. Maar goed, het was even een discussie die ik gewoon maar in de blind erin, en ik ben erin gaan verdiepen. Dan zou je veel verder moeten gaan, van wat kost nou zo'n verbinding, waar zou ik aan moeten leggen. Maar er ligt nog een heel, een stukje infrastructuur, dat is bekend. Dus het zou dan zo, die 120 miljoen is grote onzin. Okay. Dus ik pleit voor de terugkomst, maar even tussen haakjes vanwege de leuke naam. De Gooise Moordenaar, maar dan wel in een moderne huis. Oké, dank u wel voor uw bijdrage. Ik vraag me af of er nog politici in de zaal zijn die willen reageren op de stand van zaken van het HOV-traject. Een burger, nou. Een onbekende burger. Wij zijn ook maar burgers. Hè? Meneer Van Os, waar kennen we u van het politieke café? Ja, dit politieke café gaat over de politiek in Hilversum. Ik heb daar eigenlijk niks over gehoord. Ik hoor twee mensen waarvan ik weet die vlakbij het spoor wonen, dus vlakbij het beoogde tracé voor de HOV. Daar hoor ik ze allemaal geen woord over zeggen. U kunt net zo goed uit Alkmaar of Volendam komen, want u praat over algemene dingen. Die zoveel zeggen als dat de provincie Noord-Holland naar aanleiding van die HOV dan geld gaat verspillen. Nou, dat zijn argumenten, daar geef ik u helemaal toe. Maar ik hoor u niks over Hilversum zeggen en ik hoor u met name niks zeggen over het tracé. Nou, heeft u daar dan geen moeite mee? Wij begonnen inderdaad eerst even naar ons voortuin te kijken in 2009 in My Backyard. Maar toen we verder begonnen ons te verdiepen in dit project kwamen we erachter dat het hele end-to-end verhaal niet klopt. Dus vanuit regio breed in het Gooi het project niet klopt. En ja, ik dacht ook in uw huidige functie heeft u ook gezegd van dat moet er komen omdat de provincie het wil. Maar dus, ik wil wel van u weten, hoe kijkt u nou tegen het tracé aan? Want dat is hetgene wat voor de Hilversumse burgers het meest interessant is. Die andere dingen, daar kan druk over gesproken worden, vind ik allemaal prima, daar gaat het niet om. Maar het tracé, daar hebben we nogal wat moeilijkheden met elkaar mee in het Hilversumse. En ik zou dus verwachten dat u hier, Hilversummers zijnde, in het Hilversumse Politiek Café, praat over dit politiek interessante onderwerp. Oké, nou daar wil ik wel even antwoord op geven. Om te beginnen krijg je een busbaan die gelijk vloers sporen moet kruisen. Dat is uniek in Nederland. Je kan mij niet meer wijsmaken dat dat reisversnelling geeft. Het geeft alleen maar vertraging, dat geven ze ook toe. Het is natuurlijk een krankzinnige situatie dat dat ding dan niet ondergronds wordt gestopt. Dan moet hij bij het wandelpad langs, waar eigenlijk amper ruimte is. Daar worden stinkende dieselbussen worden er langs gestuurd, 16 per uur. Voor huizen langs die daar helemaal niet op berekend zijn. Dus die hele wijk wordt er onleefbaar gemaakt. Dan moet hij verder via Entrada naar het spoorplein. Waar hij onderweg 5 langzaam verkeerstromen moet kruisen. En met name hebben we van de Zuid-Tangent geleerd dat juist op die langzaam verkeerskruisingen de grootste ongevallenrisico's bestaan. He, dat is gewoon op te roepen, dat kan je gewoon opzoeken. Dat moeten we gewoon hier niet hebben, dat moet je niet willen. En wat je ook niet moet willen is een lijn waarvan je weet dat die op termijn het gewoon niet gaat doen. En dat je eenzelfde soort trauma krijgt als wat je van Alkmaar naar Heerhugowaard hebt. Daar is ook zo'n busbaan die inmiddels is opgeheven, die ligt er ook voor zoveel miljoen. En dan rijdt nu vrachtverkeer. Ja, en dat die nog een keer dwars door onze ecologische hoofdstructuur gaat. Annershoeven, 8,5 meter brede asfaltlint. Het heeft al zwaar te verduren met Monnikenberg en andere projecten die daar lopen. Dat is nogal wat. Maar waar ligt nu de kern van uw argumentatie? Is het nou dat u zegt, nou ik ben een verontruste Noord-Hollander en ik vind het allemaal zonde dat daar geld aan verkwist wordt, et cetera. Daar heb ik u veel over horen zeggen. U gaat nu in op tracé-kwesties in het Hilversumse. Wat heeft nou in feite uw accent? Het een of het ander? Nou, laatste het antwoord. Het een en het ander. Het is niet van elkaar los te zien. Nou, het is natuurlijk, gewoon als inwoner van Nederland, is het gewoon verspilling van belastinggeld. Aan de andere kant zitten we hier voor lokale televisie Hilversum. Afgezien daarvan, nog even heel kort. Het is natuurlijk een absurde situatie dat Hilversumse bestuurders beslissingen nemen zonder dat ze een behoorlijke risicoanalyse kennen. Die is in oktober 2010 toegezegd door het HOV mensen. Door de stuurgroep is die analyse toegezegd, maar die is er nooit geweest. Hij is er nog niet. Hoe moet je nou beslissing nemen? Wat is nou de kern van uw argumentatie? Daar vraag ik om. Niet allerlei uitwijkingen, dat het nou niet gaat om bestuurders die weer iets hebben toegezegd. Dat gebeurt zo vaak helaas.
Niet deze busbaan. Maar de kern is... Niet deze busbaan. Niet deze busbaan. En dat zegt u uit hoofde van verspilling jegens het Noord-Hollandse. Niet zozeer vanuit het Hilversumse. Verspilling, ja, beide. Ja, nou, nee. Verspilling en dat effectiviteit. Uit, je kunt, nee, ik sluit je kunt het niet uit, dat geef ik u helemaal toe. Aan de andere kant mis ik een duidelijke focus van uw argumentatie. Nee, dat is onjuist. En je kan het, okay. En je kan het ook zo niet stellen, want je kunt de HOV niet loszien van de toevoer van reizigers uit huizen. Daar is het uiteindelijk om te doen geweest, ontsluiting van huizen. Daar begon het mee. En je kunt niet uitsluiten dat je hier een bus laat reizen en dat de bedoeling is dat de reizigers van huizen hier de commerciële centra inkomen. Dat is natuurlijk wel duidelijk, het gaat u om dat verhaal, het gaat u niet zozeer om het tracé. Ik dank u wel. Okay. Ik denk dat we dit onderwerp gaan afsluiten. Ik heb zo'n vermoeden dat we in de komende tijd nog veel over gediscussieerd gaat worden en blijft worden. En we zullen zien wat er gebeurt. In ieder geval hartelijk dank voor uw bijdrage aan deze discussie. En we gaan straks verder. Oké, bedankt. Godsamme. Dat is toch ook mooi kloten. Kut eigenlijk. Ja, dan maakt de gooie Nederlander opeens een krant op tabloidformaat zonder met ons in overleg te gaan. Het is bijna onmogelijk om je tekst hierin te plakken. Ja, dat gaat ook niet. We worden gekleineerd door die krant. Ik dacht juist dat alles groter moest worden na dat rapport van Winsemius. Ja, precies, dat dacht ik ook. Alles moest groter worden. Maar ja, dat gaat natuurlijk nooit met slag of stoot weten. Niet voor niks. Gooi en vechtstreek. Die broertje zou trouwens ook weer een nieuw idee. Oh, alweer? Ja, ja. Die wil laten betalen door de horeca voor veiligheid. Sorry, dan gaat mijn biertje dus duurder worden? Hoe kan dat nou? Ja, je biertje gaat wel duurder worden. Maar aan de andere kant... Elke keer dat je een slok neemt, wordt het veiliger in Hilversum. Dus. Oh, nou, dan zou ik zeggen, succes. Dan gaan we daar eens even doorsuipen. Ja. Zo veilig is het trouwens in Hilversum niet. Ik weet niet of je het gelezen hebt, maar die explosieven die lagen opgeslagen in dat huis. Heb je dat gehoord? Oh, ja. Jongen, wat een toestand, man. Wat een toestand. Joh, de huizen werden ontruimd, straten werden leeggeveegd, landelijke pers erbij, puinhoop. Zo, de mythe. Zeg, wat waren dat eigenlijk voor explosieven? Nou, zwaar vuurwerk. Vuurwerk? Ja. Vuurwerk, nou, dat komt wel weer goed uit. Hoezo? Ja. Nou ja, als dat in beslag genomen wordt, dan heeft broertjes gelijk vuurwerk voor de oud en nieuwe vuurwerkshow. Ja, ja, dat is wel een goeie trouwens. De VVD wil weer af van die vuurwerkshow. Die willen het geld besteden aan een ander evenement. De VVD? De VVD. Ja, maar dat begrijp ik wel van de VVD, hoor. Oh. Ze zijn eigenlijk vorig jaar zelf intern al ontploft, hè? Ja. Die zijn zich een rotje geschrokken. Ja, ja, ja. Nou, we moeten broertjes niet overal de schuld van geven. Kom, hij doet erg zijn best. Oh, nou, hier. Ik lees het toevallig hier. Ik lees dat in Hilversum komt een rooftassenverbod. Nou, dat is een beetje mosterd na de maaltijd natuurlijk. Hoezo? Het roven van tassen is altijd al verboden. Het is niet nieuw. Nee, maar hij bedoelt het anders. Hè? Het gaat om tassen die speciaal geprepareerd zijn, oh, zodat je door die dingen, die beveiligingspoortjes ja. gaat, zonder dat het alarm afgaat. Dat zijn die koeltassen met het aluminium ertussen. Oké, dat is handig. Ja. Dat is wel handig. Waar kun je die kopen? Oh, ja, die kun je op dit nieuwe winkeltje van de Kerkbrink kun je die kopen. Er staat een heel mooi bord op. Dat is prachtig. Er staat Holleder. Koffers en handtassen. Ja. Dus ook, de horeca heeft ook weer wat nieuws. Alweer? Was ik trouwens, ja. En wat is dat nou? Nou, dit is een Engelse term, is een repair café. Een repair café. Is het. En wat is dat dan? Nou, binnenkort kan je daar naartoe met je kapotte spulletjes en die kan je dan daar laten repareren. Wat voor spulletjes dan? Ja, van alles. Van alles. Kapotte stoelen, kapotte banken. Misschien wel kapotte relaties. Ja, ik had het zo gek niet verzinnen. Het wordt gerepareerd. Nou, dan zal het wel een storm lopen daar. Kunnen ze dat achterlijke plan van de HOV ook meteen gaan repareren? Dan rij je zo gewoon de tram naar binnen hier repareren. Dat denk ik niet hoor. Misschien hier en daar een kapotte bus. Maar er wordt 100 miljoen euro wordt er uitgegeven aan de HOV. 100 miljoen euro. 100 miljoen euro. Dus dan blijft niet veel geld over om die bussen te repareren. Nou ja, daar maakt toch niemand gebruik van die bussen. Dus ze rijden niet, hoef je ze ook niet te repareren. Ze gaan wel een hoop geld kosten. Oh ja?
Maar gelukkig hebben ze daar nou een nieuwe financiering voor gevonden. Voor die, oh ja? Ja, wat dat, 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 dat. De hondendrol. De hondendrol? Ja, de hondendrol. Als jij je hond uitlaat. Ja. Hè? Je hond doet een drol. Ja. Je laat hem gewoon liggen, je doet er niks mee. Nee. Met die dan krijg je een boete van 117 euro. 117. Hey, maar hoe weten ze dat het mijn hond... Ja, daar snapt geen hond wat van, man. Nou ja, tikt wel lekker aan natuurlijk. Ja, dat dacht ik ook. Het is eigenlijk een rete goed idee. Ja, dat eigenlijk wel. Heb je het al gehoord trouwens ook van de gemeente? Ja, heb je het gehoord van de gemeente? Die heeft een oproep gedaan aan iedereen om foto's op te sturen van Willem-Alexander en van Maxima. Van Willem-Alexander en van Maxima. Willen ze gewoon overal in het gemeentehuis aan de muren gaan hangen. En waarvoor willen ze dat? Ja, nou, dus, begrijp je het wel. Die broertjes heeft wel wat goed te maken natuurlijk, hè, met het Koninklijk Huis. Hoezo? Na dat interview met Bernhard in de Volkskrant, weet je wel. Beetje trissel niet meer met hem kletsen. Hé, wat lees ik nou? Weer een nieuw initiatief in Hilversum. Urban farming. Wat is dat nou weer? Nou, ik zal even lezen. Overal in de stad gaan buurtbewoners opgewekt op braakliggende terreintjes moestuintjes opzetten. Dat is niks nieuws voor mij, hoor. Hoezo? Dat doe ik al jaren. Ik heb 500 plantjes heb ik op mijn zolder staan. Je eigen moestuintje? Ja, ik hoef niet eens de deur vooruit. Nou, kijk nog maar. Ik kan gewoon binnen blijven. In die Hilversum gebeurt het heel vaak dat de ene naar de andere wietplantage wordt opgerold. Ja, kijk uit. Daar ben ik ook wel een beetje nerveus over, maar ik kan niet anders. Maar, hoezo? En de hele buurt heeft wietplantjes en als je niet meedoet, dan ruiken ze dat, hè? Ja. Ja. Nou, mijn glazen zijn bijna leeg. Zullen we die even gaan laten repareren? Dat lijkt me een fijn plan. Kim, twee bier. Nee. Ons laatste onderwerp gaat over het adviesrapport dat onlangs door Pieter Winsemius is gepresenteerd. In dat rapport geeft hij aanbevelingen over eventuele fusies van gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek. Maar gaan we ook echt die kant op of blijft alles bij het oude? Daarover praten we met drie politici uit Hilversum te weten. Anja Wijnands van het CDA, Jan de Wit van de ChristenUnie en Bianca Verwij van de SP. En één keer goed. Aan u alle drie de vraag, om de beurt. Wat vindt u van het rapport, mevrouw Wijnands? Nou, ieder die de regiovisie 2030 van het CDA kent, die weet dat dat redelijk op dit rapport van Winsemius past. Dus was helemaal niet nodig, dat rapport eruit? Ja, hij wil iets verder gaan. Oh. Hij gaat proberen om nou eindelijk dat dode paard aangetrokken te krijgen en besluiten te krijgen. En wat bedoelt u met het dode paard dan? Nou, we hebben het al jarenlang hier in het Gooi over samenwerken, wel of niet fuseren enzovoort. Er worden op enkele terreinen wordt er al goed samengewerkt. Maar dat wil wel zeggen dat door die samenwerking de raad vaak eigenlijk buitenspel gezet wordt, omdat er dan regionaal via het gewest besluiten genomen gaan worden. En dat is een beetje een oneigenlijk gebruik. Je moet gewoon zorgen dat besluitvorming echt via de raad gaat. Nou, okay. Als de gemeentes te klein zijn, zul je er iets aan moeten doen. Oké. Okay. Meneer De Wit, uw reactie op het rapport. Ja, je kan natuurlijk op het rapport reageren, maar ik vind het ook belangrijk om iets over het proces te zeggen. Nou. Want de heer Winsemius heeft ook met burgers en met politici, bestuurders, veel gesprekken gehad. En dat heeft hij ook gebruikt om zijn rapport te voeden. Okay. En daar staan een aantal conclusies in. Ja, het die komt wij, niet uit de lucht vallen. Waarvan wij het komt niet uit de lucht vallen. Wij delen een deel van die conclusies. Maar ik vind het vooral belangrijk wat wij als partij zelf vinden, als fractie. Ja. En wat ik daarbij wel jammer vond, was dat het rapport ongeveer al afgeschoten was voordat het gepubliceerd was. Okay. Hoe kwam en dat dan? Dat vind ik, nou, ik denk dat er heel veel emotie in de regio zit. Dat is ook begrijpelijk. Ja. Het gaat altijd over emotie als je het over dit soort onderwerpen hebt. Maar ik vind dat wij als politiek niet alleen naar emotie moeten kijken, maar ook een zekere rationaliteit moeten hebben om te kijken wat is nou echt belangrijk naar de toekomst. Ja, maar u heeft het rapport niet afgeschoten, begrijp ik? Nee, wij hebben het rapport niet afgeschoten, maar wij hebben ook ervoor gekozen om niet direct een reactie op het rapport te geven, maar gewoon onze eigen visie. Want dat vind ik eigenlijk veel belangrijker. Ja.
Mevrouw Van Wij, u bent staat er bekend omdat u het wel heeft afgeschoten, het rapport, of niet? Nou ja, afgeschoten. Kijk, wat ons betreft was dat rapport niet nodig geweest. Wat meneer Winsemius geconcludeerd heeft, is wat we eigenlijk allemaal al lang wisten in het gooien, dat het ontzettend lastig is om met mensen samen te werken. Ja. En de een heeft daar meer belang bij. En hoe komt dat dan, dat het zo lastig is om samen te werken? Nou, daar wilde ik wat over zeggen. Er zijn gemeentes die zijn rijker, minder rijk. Er zijn gemeentes die zijn klein en er zijn gemeenten die zijn groot. Daar kan je heel lang met elkaar rapporten over schrijven en dat weten we al lang. Daar waar je samenwerkt om de dienstverlening aan de burger beter te maken, zie je ook dat het goed gaat, bijvoorbeeld op het sociaal domein. Dat zorg, welzijn, daar zie je dat de gemeenten heel goed samenwerken omdat ze elkaar deskundigheid kunnen gebruiken. Dit rapport gaat over macht en politiek handelen. Het is een bestuursspeeltje. Wie moet er de baas worden, waarom, wanneer? En daar kiezen wij niet voor. Meneer Winsemius had een rapport geschreven met 3 criteria. En dat was een inhoudelijk criterium over bestuurlijke samenwerking. Het ging over culturele aspecten. En daarvan heeft hij gezegd, van, nou, deze gemeenten kunnen helemaal niet met elkaar samenwerken. En het laatste criterium was draagvlak van bewoners. En daar is hij niet meer op teruggekomen in dit rapport. De SP vindt dat ontzettend zonde. Zonder draagvlak van de bewoners is een dergelijke onderneming gewoon gedoemd. U vindt dat er niks mee moet gebeuren met dat rapport? Het is leuk om ter kennisname aan te nemen, maar de 30.000 euro die het gekost heeft, dat was van ons niet nodig geweest. Bent u daarmee eens, meneer Wies? Nou ja, kijk, er zijn wel meer dingen die geld kosten. Kijk, de HOV kost meer dan 100 miljoen en de fraude met de Bulgaren kost ook 100 miljoen. Ik vind 30.000 euro is denk ik goed besteed geld, want we hebben wel iets op papier staan nu. Ja. Maar waar het vooral om gaat, is niet om de heer Winsemius of om zijn rapport, maar hoe gaan wij nou als Gooise gemeente met elkaar de toekomst in? Ja, en ik denk dat dat heel belangrijk is, want we kunnen wel met elkaar gaan stilzitten en gaan zeggen, ja, dit was helemaal niet goed, dit was allemaal te duur. Maar het gaat er vooral om, wat willen wij als Gooi in de toekomst zijn? En het verleden is allemaal hartstikke leuk en we kunnen ruzie hebben of vrienden zijn. Maar het gaat erom, hoe zorgen we dat we als Gooise gemeentes sterk zijn naar de buitenwereld? Want we zitten aan de ene kant hebben we Amsterdam, we hebben Utrecht, we hebben Almere, we hebben Amersfoort. Het is belangrijk dat wij als Gooi gezamenlijk optrekken in een aantal onderwerpen. En daarnaast dat er zijn gewoon een aantal taken die momenteel vanaf het Rijk naar de gemeentes geschoven worden, zoals jeugdzorg. Ja. En nog een aantal andere dingen die zijn, mevrouw Wijnand zei het al, die zijn regionaal of zelfs nog bovenregionaal samen met Flevoland georganiseerd. Als wij als Gooise gemeentes allemaal zelfstandig willen blijven bestaan, dan hebben we straks gewoon helemaal niks meer te vertellen. Dan kiest u mij als raadslid. Ja. Zegt u, wilt u voor mij mij vertegenwoordigen? En dan zeg ik, dat is goed. En dan ga ik alleen nog over de stoeptegel die buiten ligt. Maar over de echte dingen waar het over gaat, daar heb ik helemaal niks over te vertellen. De oplaadpunten bijvoorbeeld. Dat misschien nog net. Ja, die zijn ook belangrijk, maar dan houdt het ongeveer op. Maar de regionale bereikbaarheid. Ja, maar wat ik even wilde vaststellen, als we het nou in Hilversum nou straks niet met elkaar eens worden over zo'n rapport, dan hoeven we niet eens meer over de grenzen te kijken, toch? Ja, ik denk dat wij dat rapport ter kennisname kunnen aannemen. En met maar elkaar hoeft er niks mee te gebeuren. Wat mij betreft en wat de SP betreft, hoeft daar niks mee te gebeuren. Dat is want wat je, met elkaar afspreekt, en dat doen we op zorg, dat doen we op welzijn. En dat zei meneer van de ChristenUnie ook. De Wit, ja, ik ben je naam kwijt, sorry. Die zegt, we moeten gewoon goed kijken waar we elkaar nodig hebben en kunnen gebruiken. En je moet niet tegen wil en dank zeggen, van we moeten een boegbeeld kiezen en... als meneer Winsemius het heel integer had gedaan, dan had hij dit misschien wel gewoon voor niks moeten doen als oud-politicus. Mevrouw Wijnands? Nou, ik vind dit een beetje onzin. Er wordt gezegd van dit rapport heeft Hilversum niks te bieden. Het gaat niet over Hilversum, het gaat over de regio, over de regionale kracht, over dat wat wij willen bereiken. En als je alleen maar her en der op een paar onderwerpen samenwerkt, dan krijg je nog niet die regionale kracht. Wat uit het rapport heel duidelijk blijkt is, als we het gewoon over de bereikbaarheid hebben, dan hebben we het niet alleen over de HNV, maar hebben we het over de snelwegen, hebben we het over treinverkeer, maar zelfs de fietspaden door de regio heen, dat moet je regionaal zien te regelen. Ja. En als je als gemeente alleen maar zegt van ik vind dat voor mij iets niet goed is, dan kom je er niet uit. En of dat via de weg is, zoals wij in onze visie zeiden van ga nou eerst op onderwerpen samenwerken, wat we nu al bij bepaalde onderwerpen doen, en kijk dan hoe je verder komt. Maar dat doen we al veel te lang en daar schiet je niets meer op. Nu heeft het gewest ook gezegd, we gaan met dit rapport aan de gang, we gaan een trekker zoeken. En of dat nou een boegbeeld moet zijn. Nou, als de grootste tegenstrever van die regionale samenwerken, eventueel een fusering, huizen is. Pak dan een huizensboegbeeld. Okay. Haal de vijand binnen en laat die dan gewoon zeggen, tenminste als zij zich de vijand voelen. Oké, het woord boegbeeld is hier al een paar keer gevallen. Wat moet ik verstaan onder het boegbeeld? Ik heb begrepen dat dat iemand van de grote gemeente moet zijn. Nou, dat hoeft niet per se, maar de suggestie die gedaan is van zorg nou dat je als Gooi
vertegenwoordigd wordt in het land. En zoek daarvoor een deskundig en bekend iemand die je kan vertegenwoordigen. Dat is een van de aanbevelingen. En dan zullen we binnenkort met elkaar over praten of dat een goed idee is. Voor je is die nodig, hè? Ja, dit is niet nodig. Kijk, natuurlijk is het goed als je één aanspreekpunt hebt in de regio. Het grote probleem, en dat gaf mevrouw Wijnands ook al aan, is dat op het moment dat we dat boegbeeld hebben en dat we zeggen we gaan verantwoordelijkheden samenvoegen, dat je dus als raadslid je democratische legitimering kwijt bent. Je merkt inderdaad nu al dat raadsleden alleen nog maar kale verordeningen krijgen waar niets in staat. En als wij zeggen wij zouden dat anders willen hebben, om een voorbeeld te noemen, de dagbesteding voor gehandicapten, daar komt een WMO-verordening voor, een beleidsstuk waarin besloten staat wat die mensen kunnen krijgen. Daar heeft de SP voorgesteld, we doen daar twee woordjes in, werk en dagbesteding gaan wij ook vergoeden. Dat is ingewikkeld om dat in Hilversum te veranderen, omdat er in het gewest, wat niet democratisch gekozen is, daar zitten de wethouders bij elkaar. Ja, als je het in Hilversum doet, moet je het in Huizen eigenlijk ook doen. Begrijp ik dat mevrouw Van Wij voor een fusie pleit? Dat klinkt heel erg, want anders krijg je... Ja, dat idee ik heb het idee dat u daarheen gaat. Nee, we hadden het over een boegbeeld. En dat boegbeeld hoeft niet volledig gemandateerd te zijn. Je kan best een heel representatief iemand hebben die de regio vertegenwoordigt. En maar dat boegbeeld gaat daar helemaal niet over. Het boegbeeld was juist bedacht om eventueel... Stel nou dat wij als Gooise gemeente allemaal het spoor hier willen ondertunnelen. Van Naarden tot Hilversum. Dan moet je daar iemand... De burgemeester van Hilversum en van Bussum kunnen allebei naar Den Haag gaan bellen. Maar dan krijgen ze natuurlijk nul op request. Als je dan een bekend iemand hebt die dat gaat doen voor het hele Gooi, heb je meer kans. Daar was een boegbeeld voor. Wat u noemt over de democratische controle, dat is een heel ander verhaal. En dat kan je alleen maar oplossen door te zorgen dat je de gemeenteraad minstens zo machtig maakt als de organisatie die de boel uitvoert. Dus u haalt even twee dingen door elkaar. Ik ben blij dat u dat zegt, meneer De Wit. Als de gemeenteraad net zo machtig wordt als de organisatie die daar tegenover staat, dan vind ik dat een prima idee. Maar wat interessant is, wilt u een fusie? Want dat is het enige waar ik u nu vroeg net. Om het verhaal af te maken, op het moment dat je een boegbeeld hebt, en ik heb het de burgemeester wel eens gevraagd, hè, van wat gaat u daar nou doen als u daar bij alle grote jongens in Amsterdam zit? Dan zegt de burgemeester ook, ja, ik hoef daar niet met een tientje aan te komen. Ik moet daar met een flinke zak geld komen en ik moet zelf kunnen beslissen wat ik wil. En dan gaat het machtige orgaan, de raad, dat is gewoon uitgekleed. Dat moeten wij aan de man geven, want anders kan hij niet onderhandelen. Nou, daar kies ik niet zo voor dat met de SP. Nee, dan ga je het hele democratische proces ga je op de kop gooien. Ja. Ik denk ook niet dat de heer Broertjes, als we het daarover hebben, bedoelt dat hij de raad opzij wil schuiven. Hij wil zorgen dat er meer achter die raad staat. En dan kom je toch op een gegeven moment bij het woordje fusie uit. Ja. Even, gaat dit een verkiezingsissue worden voor de partijen volgend jaar? Want er zullen ongetwijfeld burgers zeggen, nou, ik wil helemaal niet dat we gaan fuseren met een andere gemeente of zo. Dus de partij die zegt van, geen fusie, daar gaan we op stemmen. Heeft u de gewestnota gelezen? Nee, nog niet. Dat is heel erg leuk, want die gooien het over de verkiezingen heen, hè? Oh, die gaat over de verkiezingen? Ja, daar komt een, ze zijn al maar goed, bezig heel veel en zijn... dan komt er een conceptje en dan is de planning dat er in februari eventueel iets komt naar de gemeentes en dan eind 2014... Ja, maar dan gaan de lokale... Het zou best kunnen dat er in verkiezingsprogramma's wat over komt te staan. Ja. Want we moeten gewoon blijven nadenken. Ik denk dat dat ook terecht is dat dat van ons verwacht wordt. Ja. Alleen denk ik zelf dat de discussie over wel of niet een fusie... Ik denk dat die in andere gemeentes in de regio urgenter en harder daar zijn gemeenteraads dan binnen Hilversum. Ja, dat klopt. Ik denk dat het in de regio zeker gaat spelen. Is er niet een kans dat er echt van die echte plaatselijke lokale partijen dit als item gaan gebruiken? De partijen die moeten regionaal gaan overleggen. Laat de ChristenUnie regionaal en de SP en het CDA enzovoort. Laten we nou eens regionale visies opzetten. Okay. Wat we als CDA al geprobeerd hebben. Wat misschien nog explicieter moet gebeuren. Maar laten alle partijen dat nou eens doen. Zodat we regionaal aan de gang kunnen gaan. Komt er binnenkort een discussie in de gemeenteraad over dit rapport? Nou, ik wil wel even reageren. Want wat de SP betreft wordt dit zeker een verkiezingsthema. En wij zullen pleiten voor een referendum. En wij zullen pleiten voor slim samenwerken waar dat kan. Het draagvlak van de inwoners van Hilversum en welk dorp dan ook is hartstikke belangrijk. Daar kan niemand zomaar aan voorbij gaan. Dus je in slaap laten sussen van het wordt over de verkiezingen heen getild, vind ik echt een onhandige zet. Daar doe je de inwoners van Hilversum geen genoegen mee. En het allerbelangrijkste is, mag ik even mijn zin afmaken? Ik wil even mijn zin afmaken. Ik ben in slaap gesust en ik ben pertinent niet in slaap gesust. Ik geef alleen maar aan wat het gewest doet.
Ja, en u zegt daar verder niks over rondom de verkiezingen. Nou, dat doet de SP wel. Die zegt, dat hebben we niet gezegd, dat wij tijdens de verkiezingen niet zeggen. U suggereert iets wat niet gezegd is. Goed, nou, we gaan ik het straks even zien afmaken, in de verkiezingsprogramma's, denk ik. Het stukje wat ik wilde afmaken is dat op dit moment zie je op zorg en welzijn dat er al heel nauw samengewerkt wordt. Daar gaan de mandaten die de raden hadden al weg. Dus als we daar nu niet op ingrijpen, zijn we na de verkiezingen te laat. Oké. Ik begrijp dat er een reactie is vanuit de zaal. Mag ik nog wat zeggen? U mag zeggen, kort en bondig. Ja. Die discussie is natuurlijk heel lang al gaande, hè? Van die samenvoeging van de gemeentes in het Gooi. Weesp, je weet het, daar kom ik vandaan overigens op dit moment, dus vandaar dat ik even over Weesp ga praten. In Weesp is die discussie dat men wel wil samenwerken met andere gemeentes, maar Hilversum, dat wordt een beetje afgehouden. Ik denk ook inderdaad dat je moet kijken naar wat bij elkaar past. Ja. Wij zeggen, en ik zeg dat, Weesp, Naardenvesting en Muiden hebben één ding met elkaar gemeen. Het zijn vestingsteden. Dat zou mooi samenpassen. Daar past Hilversum niet bij. Bussum zegt exact hetzelfde. Het zijn allemaal verschillende culturen. Nou, we zien nu wat er met de EU gebeurt. We zien nu wat er met Griekenland in grote geheel gebeurt. Dat kan je dus niet samenvoegen. Ik ben het wel eens dat er iemand zou moeten zijn die het zogenaamde boegbeeld zou moeten zijn. Of dat meneer Broertjes moet zijn, dat denk ik dus niet. Wie het wel moet zijn, niet. Nou, ik absoluut niet. Die naam is in dit geval is meneer Broertjes niet genoemd. Maar het aardige die is wel door meneer Wezenius natuurlijk naar voren geschoven. Ja. Het is ook een initiatief geweest van meneer Broertjes. Ja. Jawel, omdat hij voorzitter... Of ziet dat verkeerd? Van de gewestraad. Pieter Broertjes is wel voorzitter van het algemeen bestuur. Maar wat u zegt is wel aardig, want het rapport Wezenius zegt dus ook... in die zin, van je moet gemeentes die bij elkaar passen samenvoegen. Ja. Dus in dat rapport wordt Weesp ook niet aan Hilversum gekoppeld, maar aan de watergemeentes die daaromheen liggen. Dat is dus wel vrij aardig gedaan. Wat een aantal zaken kun je wel centraal regelen. Hè. Dat wordt ook gebeurt op dit moment ook in Hilversum, hè. Ook bij Weesp en Muiden. Ja. Maar heel veel dingen absoluut niet. Dus ik zie die samenvoeging op grote termijn niet zitten. Oké, dank u wel. Nou, ik denk dat het de komende tijd nog... flink over gediscussieerd gaat worden. Zeker. En ik kijk er rijkhalsend uit naar de verkiezingsprogramma's van diverse partijen om te kijken van in welke gemeente ik straks kom te wonen. Mag ik wil het addendum. Ja, heel hartelijk dank. Heel hartelijk dank alle aanwezigen. We zijn gekomen aan het einde van onze vierde uitzending. We hopen u allemaal weer terug te zien in juni. Hartelijk dank allemaal.